Helene Hendricks krijgt heurender de kritiek dat haar programma De Oranje Winter niet zo conservatief populistisch is als Vandaagensite, onder meer vanwege de keuze van gasten. Zo heeft ze een woeste Harry Vermegen over zich heen gekregen, die het schandalig vindt dat Alexander Pechtold aan tafel mocht roepen dat de PVV, extreem rechts is. Mediacriticus Victor Vlam denkt dat Helene moet oppassen dat ze niet te veel uit de pas loopt met het geluid van Vandaagensite. Het lijkt me inderdaad een extreem onverstandige zet. Veel mensen kijken naar VI, de Oranjewinter, omdat deze programma's een onderscheidend geluid hebben, schrijft hij op X. John de Mol zou dat volgens hem ook moeten zien, alleen het belang van de zender loopt niet gelijk met het belang van het programma. De Mol wil denk ik voorkomen dat SBS linkse mensen van zich vervreemd, want ook die moeten zich geroepen voelen om naar de zoveelste talentenjacht te kijken die hij bedenkt. Victor denkt dat Helene's talkshow gekneed wordt door de van de NPO afkomstige Talpa Bobo Frans Klein. Wil de nieuwe SBS-baas Frans Klein de Oranjewinter een minder rechtsprofiel geven? Eerst was Mark van Rans te gast, nu had Alexander Pechtold een zeer dominante rol aan tafel. Het zal hoe dan ook in opdracht van John zijn, besluit Victor. Het is algemeen bekend dat John de Mol SBS heeft gekocht om een platform te hebben om zijn vele formats te etaleren voor eventuele internationale verkoop. Een politiek profiel past daar slecht bij. Hij wil niet dat alleen rechts Nederland kijkt naar zes, maar heel Nederland.